Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 12 juni. Veel bewolking boven Nederland. Het zijn feitelijk allemaal stapelwolken die samen geklonterd zijn. En daardoor overheerst de bewolking en is er voor de zon weinig ruimte de komende uren. Alleen langs de kust ziet de zon wat vaker de kans om door de bewolking heen te komen. Ja, temperaturen die liggen vanmiddag zo tussen de 18 en de 21 graden. En zoals gezegd, er is dus veel bewolking en met name in het noordoosten en oosten van het land kan er ook een licht regenbuitje vallen uit die bewolking. Vanavond gaat die bewolking geleidelijk aan oplossen en verdwijnen ook de buien. De temperatuur ligt zo rond zonsondergang, rond de 17 graden. Er staat nu nog flink wat wind, matig tot krachtig, maar vanavond neemt die wind af en wordt die overwegend matig uit een west- of zuidwestelijke richting. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit en het voelt ook minder fris aan omdat er minder wind is. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen en de temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 18 tot 23 graden. Er zijn zonnige perioden, alleen meer naar het oosten toe is wel vrij veel stapelbewolking aanwezig, dan kan de zon het af en toe nog eventjes moeilijk hebben. De dagen na gaat de temperatuur nog verder omhoog. Woensdag wordt het 22 graden in het noorden, maar zo'n 25 tot 26 graden in het midden en zuiden van het land. Opnieuw is er veel zon. Ook langs de stranden is dat het geval. Er waait een zwak windje uit oostelijke richtingen. In de middag kan er vanaf zee wel een bries opsteken, maar het blijft wel zonnig weer. Die wind die zorgt er dan wel voor dat het iets afkoelt op de stranden. Donderdag wordt de warmste dag van de week, 24 graden in het uiterste noordwesten en lokaal 29 graden in Limburg. In de middag ontstaan er wel hier en daar dikke stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een stevige bui, mogelijk ook met onweer. Vanaf vrijdag is de warmte weer verdwenen. Het wordt dan nog maar 18 tot 21 graden en vooral landinwaarts kan er een bui vallen. Maar op de lange termijn zien we dat het in het weekend eigenlijk alweer goed komt. De temperaturen die gaan weer stijgen richting de 20 tot 25 graden. En ook begin volgende week ziet het er zacht uit. Ook dan temperaturen ruim boven de 20 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.